We zien dat dit eigenlijk vooral ligt aan de context van 2019. In 2018 hadden we bijvoorbeeld een zeer drukke sportzomer. Die hadden we niet in 2019. Dus dat kan zeker een van de oorzaken zijn. Daarnaast hebben we ook echt ingezet op onze werking van de klantendienst. We maken een onderscheid tussen een eenvoudig standaard antwoord om eigenlijk meer tijd vrij te maken voor de bemiddeling en het persoonlijk contact met de klanten, om echt daarop in te zetten. We beantwoorden alle vragen en klachten die binnenkomen bij ons. We hebben voor de klachten een wettelijke termijn van 45 dagen. Uiteraard proberen we dit altijd sneller af te handelen. Dat is afhankelijk van het overleg dat we nodig hebben hiervoor. Bij vragen en suggesties is dit meestal 1 tot 2 werkdagen. We proberen onze klanten zo snel mogelijk verder te helpen, maar ook zo volledig mogelijk. Voor ons geldt dus echt wel kwaliteit boven kwantiteit. We proberen bij de VRT dagelijks het maatschappelijke debat te stimuleren en onze mediagebruikers te raken. Het is dan ook maar normaal dat dit bepaalde emoties losmaakt en dat mensen gaan reageren. We zijn bij de klantendienst dan ook gewoon blij dat mensen ons nog steeds vinden en dit debat nog steeds leeft. We zien in 2019 dat bepaalde berichten een sterke toon hebben, maar we geloven bij VRT dat deze uitgesproken mening van groot belang is voor ons. Mediagebruikers houden als het ware een spiegel voor ons voor en daar kunnen we als VRT alleen maar uit leren. Ik ben niet van mening dat mensen minder verdraagzaam of minder tolerant zijn geworden deze periode. Ik geloof er wel sterk in dat we als klantendienst moeten inzetten op goede communicatie, voldoende begrip, duidelijke boodschappen naar onze mediagebruikers. En op die manier kunnen mediagebruikers toch nog een positieve ervaring overhouden aan een contact dat initieel begon met een klacht.